Het is Danny hier en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Monday Motivation video. Hey, vandaag wil ik je met je hebben over waarom je per se een reden moet hebben, een goede reden moet hebben, om jouw doelstelling te behalen, om af te vallen. Want als je geen goede reden hebt om af te vallen, dan wordt het traject heel zwaar. Dan kan het echt heel zwaar worden. En daarom is het goed om dat voor jezelf te achterhalen. Veel mensen komen bij mij en ik stel meestal de vraag van oké, wat wil je graag bereiken? Wat is je doelstelling? Veel mensen zeggen van afvallen. Maar afvallen is geen doelstelling. Afvallen is een richting waar je naartoe wil. Waarom wil je afvallen? Meestal geven mensen antwoord, ja, ik wil er beter uitzien. Ik wil gezonder worden. Maar dit is niet specifiek genoeg. Want stel je voor dat jij op een langer traject een tegenslag krijgt. Dan is dat niet genoeg om door te gaan. Want je denkt van, ja, ik wil gezonder worden. Ja, dat kan de volgende keer ook wel. Dus je wil een sterke reden waarom jij wil afvallen. Hey, dit is Danny eventjes hier. Sorry dat ik de video even onderbreek. Maar als je hulp nodig hebt bij het afvallen, stuur me dan een persoonlijk berichtje. En dan ga ik kijken als ik jou kan helpen. Ik noem even een voorbeeld. Iemand kwam een keer bij mij en ik stelde de vraag van, hey, waarom wil je afvallen? En op een gegeven moment na een paar vragen kwam ik erachter. Ja, ik durf mijn shirt gewoon niet meer uit te doen. Ik was afgelopen week was ik op vakantie met mijn vrienden. En ik heb niks anders gehoord dan, ah, wat ben je dik en wat, je ziet er niet uit. Dus dit is echt een pijnpunt. Hij heeft zich echt de hele vakantie heeft zich rot gevoeld en wil hier nou gewoon echt wat aan doen. Dit is een goede reden, een sterke reden waardoor je doorgaat als het even moeilijk gaat. En dat wil je wel zien te achterhalen bij jezelf. Als je denkt van ja, ik weet het niet. Dan heb ik een leuke opdracht voor je. Probeer op een A4'tje 50 redenen op te schrijven waarom jij wil afvallen. En nu denk je van 50 redenen, dat is wel erg veel. Dan geef je niet genoeg om je doelstelling. Probeer echt alles op te schrijven waarom je dit wil. En er zit er vanzelf één tussen waarbij je denkt van, ja, dit is echt de reden waarom ik dit wil. En dat is ook de reden waarom jij het op lange termijn kan blijven volhouden. Ik hoop dat je wat in deze video hebt gehad. Als je mijn hulp nodig hebt, of als je mijn hulp nodig wil hebben, stuur me gerust een berichtje en dan zie ik je in de volgende video. Hey, dit is Danny nog eventjes hier. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Wanneer jij 5 tot 20 kilo vetmassa wil verliezen en er echt klaar voor bent, stuur me dan een berichtje. Want ik heb namelijk een online coachingprogramma waarbij ik alleen dit jaar al tientallen transformaties heb neergezet. Stuur me een berichtje of kijk voor meer informatie op www.itsyouagainstyou.nl.